Ja, welkom hier op het MKB Ondernemerscongres in de Van Nellefabriek in Rotterdam. RTL Z is hier vandaag de hele dag live bij. Net als al die ondernemers die hier zijn. En die krijgen een prachtige programma voorgeschoteld om zich te laten inspireren. Onder andere door de man die naast mij staat. Dat is namelijk fotograaf Jimmy Nelson. Welkom Jimmy, heel fijn dat je hier bent. Ja, dank je. Jij spreekt straks ook hier op het congres. Dat hoop ik. Helemaal op het einde. Ja. Helemaal aan het einde. Je bent de uitsmijter van de avond. Ja. Nu sta je bij mij. Ja. Wat is je laatste foto die je hebt gemaakt? Oh, good question. Mijn allerlaatste foto is net hier om de hoek. Een selfie met een paar fans. Die zijn naar me toegekomen. En zeiden, alsjeblieft Jimmy, mogen we een foto van jou maken? Mag dat? Mag dat? En ik zei, tuurlijk, ik maak foto's van het hele wereld. Wie ben ik om te zeggen dat je mag niet een foto van mij maken? Dus dat is je laatste foto? Net heel mee. Ik heb het niet zelf gemaakt, maar... Wel, ja, het is het laatste waar je zelf in op staat. Maar dat is niet wat je normaal doet. Dat is namelijk iets heel anders. Je reist de hele wereld over. We hebben daar een klein filmpje van. Oké. Laten we even gaan kijken. Dank je. I don't see anything in my head beforehand. There's nothing there. I deal with the elements, the story, the serendipity, the chances, the adventure, the failure, the nature, the people, and then I amalgamate everything together and that becomes the picture and the subsequent story. I'm just Jimmy on a journey of self-discovery and that's become this sort of multi-layered klein onderneming. I'm not interested in photography. I'm interested in human discussion and connection. I use the camera literally as an excuse to go on that journey. Ja, we zien hier de beelden van jouw werk nog even doorlopen. Je gebruikt de camera als excuus om te reizen. Je bent een kunstenaar, maar je bent ook een ondernemer. Wat voor een ondernemer ben jij? Ja, goede vraag. Ik ben een ondernemer. Ik denk het een ondernemer geworden door in nood om te overleven om dit nog te kunnen doen. Alleen maar te maken van een foto of boek is niet voldoende. Ik denk dat inmiddels in de wereld zijn er meer dan 5 biljoen fotografen. Iedereen heeft iets zoals dit, of bijna iedereen. Ja. Dat betekent dat iedereen... Zo, om daarvan te leven, om te verdienen, is niet voldoende. Gewoon boeken maken is ook niet. Zo, je moet veel dieper, veel breder, dichter bij de kern van wat jij wil. Iemand kwam nu net naar mij toe, 10 minuten geleden, en zei, ja, ik ben een grote fan. Ik zei, thank you very much. Zei, wat advies zou je aan mij geven? Welke toestel moet ik kopen? Omdat ik wil ook fotograaf worden. Hij zei, oh, don't. Gaat niet over fotograferen, gaat niet over de toestel. Gaat over iets heel anders, het andere kant. En ze hebben ze een beetje in de war. En ze zeggen, leg maar uit. En ze zeggen, het gaat over wie ben jij? Wie ben jij? En ze was een vrij jonge vrouw. En ze zei, dat weet ik niet. Dat, ja, ik weet ook niet precies wie ik ben. Maar de reis daarnaartoe, dat is de onderneming. Als je daar dichterbij komt en je ontdekt wie jij bent en wat jij wil aan de wereld even laten communiceren, dan pak je iets, in mijn geval een camera, en dan leg je dat neer en dan deel je dat. Zo, het gaat niet over fotografie, het gaat over de boodschap dat je wil aan de wereld even laten geven. Ja, en, maar er moet ook uiteindelijk moet er wel geld verdiend worden. Ja, er zijn een biljoen fotografen. Ja, ja. Dus jij maakt werk, je maakt niet alleen hele mooie foto's, maar je hebt ook een bijzonder de fotografie product. Is alleen maar het begin. Ja. Daaronder, dan begin je met books, dan zijn er tentoonstellingen, dan zijn er museale tentoonstellingen, dan zijn er educatieve centers, dan is er televisie, dan is er film, dan zijn er lezings. Keynote speeches. En dan inmiddels is het nog iets bijzonders. We hebben net een nieuw boek gemaakt, een maand geleden. En mensen kwamen naar me toe en zeiden, Jimmy, wat voor zin heeft het? De allereerste boek was zo groot een succes. We hebben bijna 260.000 exemplaren verkocht rond de wereld. En het wordt nog steeds verkocht. Waarom maak je een nieuw boek? Waarom heeft het zin? En zeiden, omdat iemand is naar ons toegekomen. En iemand zei, Jimmy, wat jij doet is zo mooi en zo bijzonder. En ik zei, maar het is niet wat ik doe die bijzonder is. Het is het onderwerp die bijzonder is. Yeah. Maar ze zeiden, ik wil meer van weten. Ik wil het meer begrijpen. Ik wil met jou mee. En ze zeiden, we willen mee op reis. En ze zeiden, maar dat kan niet. Omdat ik heb niet de geld om de hele wereld om mee te reizen. En ze zeiden, maar dat hoeft niet. We hebben een nieuwe technologie ontworpen. Het is een app. Yeah. Het is een app. Zolang als je jezelf fulltime filmt. Dat wordt gedaan met een camera en met een 360 camera. Yeah. Kunnen we straks dat allemaal bij elkaar bundelen. En zetten we op een app. En dat krijg je dan bij het boek? Of dat is gewoon gratis. So, wat we nu hebben is een boek. Dat is hier. Ja. Weer met mooie foto's. Ik ga het even overeind halen hoor, want daar zit het mooi voor. Een gigantisch boek. Maar je hebt een grote boek. Maar ik zeg vaak dat de boek is een beetje zoals een ijsberg. Ik hou van beelden. So, de papier zit boven het water. Ja.
En de digitale content zit daaronder. Dus 9/10 van de content van de boek is digitale verstopt in je smartphone. Ik wil wel even wat zien. Kun je wat laten zien? Zo bijvoorbeeld, ik heb hier een foto. Oeps, oké. Tik, 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 tik. Hier een foto van de Mundari in Sudan. In Sudan. Ja. En ze ziet er heel eng uit en gevaarlijk en bloot en met wapens. Mannen. Ja, sorry, maar nu, dat zie ik dan. Met die app, wapper je de, eerst moet je de Jimmy Nelson app die gratis is downloaden op je smartphone. Ja. Maak je het open en heeft een technologie waarbij je sluit aan met elke beeld. En dan kom je een film tegen. Ja, je daar ziet een filmpje. Die gaan we even laten zien. Ik hou hem even vast. Kijk of mensen dit thuis dan ook je kan het niet zien. Horen, maar daar zit ik met die mensen in die foto te praten. Je hebt nu dus de foto gescand eigenlijk. En dan krijg je daarachter dit bewegende is een film. En wat heel leuk is, ik zit met die mensen in gesprek. En dan beginnen ze mij een beetje te pesten van achter. Op een hele leuke manier. En dan kun je ze zien hoe gewoon ze zijn. Net zoals wij. En dat is het doel van het project. Om de allerlaatste, mooist iconische mensen op aarde in zijn waarde neer te zetten. En tegelijkertijd om te laten zien, we zijn allemaal hetzelfde. En dat kan nu met deze technologie. En je zegt laatste, want deze stammen sterven uit? Of maar sterven uit, de mensen zelf gaan zelf niet sterven, maar de cultuur. De puurheid van waar ze wonen, de aarde, de natuur. En de cultuur gaat uitsterven, ja. En voor wie, laat ik beginnen met de vraag. Hoe zou je eigen werk omschrijven, want je reist de hele wereld. Hele goede vraag. Het is beide. Er zijn twee reizen. Eén reis is voor mij. Het maakt mij ontzettend blij. Ik kom tot leven. Ik bloei als ik daar ben. Ik voel mij. Ik kan het niet uitleggen. Ik ga het straks doen tijdens de lezing. Maar ik ben hier op mijn puurste, op mijn volste, op mijn meest energetiek, waarbij ik heb meest zin in leven. Die gevoel wil ik verzamelen. Ik wil het aan jou even laten zien. Ik wil het met jou delen. Ik wil jou inspireren over het laten zien hoe mooi de wereld is. Hoe bijzonder die mensen zijn en hoe belangrijk ze zou voor ons kunnen zijn. En onze verdere ontwikkeling als mensen op die aarde. Maar zo belangrijk is het voor jou om op reis te gaan? Het is een in nood. Het is een noodzakelijk. U zegt het als een hele. It's imperative. Ja. Wat is imperative in Nederlands? Nou ja, het is een eerste levensbehoefte voor jou. Ja, denk het is geen keuze. Er is geen andere. Ik word 's ochtends wakker als ik slaap. En dat komt niet zo vaak voor. En ik ga meteen dit doen. Ik ga dit doen voor de rest van mijn leven. Ja, maar ja, je hebt ondertussen. Ben je ook een bedrijf? Want je hebt hoeveel mensen in dienst? 10 mensen in dienst? We hebben fulltime 10 mensen in dienst. Ja. En massive minus ongeveer 25 freelancers om ons heen. Eromheen. En wat doen die mensen allemaal? Oh, alles wat ik kan niet doen. En dat is het grootste. Daardoor zijn er 35 mensen. Oh, alles. Een bedrijfsleider, geld. Ik kan mijn eigen pinpasje, nummer niet herinneren. Marketing, PR, filmen, apps bouwen, 360 technologie aan elkaar monteren. Hier zien we wat beelden van jouw collega's, van mensen die bij jou werken. Dus dat is een hele editen, schrijven, creëren, ontwikkelen, museale tentoonstellingen neerleggen, mij leiden, mij inspireren. Ja, maar jij bent wel de baas, hè? Ik bedoel, jij moet die mensen managen. Ja, dat zal ze niet zeggen. Ik voel me geen baas en ik voel me geen manager. Oké. Ik ben Jimmy. En ik ben langzaam door de jaren heen heel dicht bij wie Jimmy is. En ja, als maar die dat mensen zijn heel is, ik hoop dat ze gaan mij volgen. In mijn energie, in mijn passie. Om hun te laten inspireren in hun kracht. Maar als baas, dat voel ik niet. Het is een very flat hierarchy. Ja, de hiërarchie is. Iedereen heeft een mening. Iedereen heeft dagelijks iets over mij dat ik wel of niet goed doe. Dan doen we met elkaar. Iedereen heeft een hele hoge functie. Allemaal dingen dat ik zelf niet begrijp en zelf niet kan doen. Dus ik voel en ik hoop dat we zijn allemaal de baas van ons eigen bedrijf. Iedereen heeft een eigendom daarin. If that's the right word. Ja, maar met zoveel mensen die toch bij jou werken. Ja. Is er dan voor jou nog wel dus voldoende tijd om op reis te gaan? Two things. Je zei dat bij mij werken. Ik hoop dat ze het gevoel hebben dat ze voor zichzelf gaan werken. Ja, maar Maar zo voelt het. En ik hoop, en misschien ben ik naïef. En I'm very romantic. Maar ik hoop echt dat ze 's ochtends naar mij. We eten elke dag ontbijt met elkaar. Yeah. Zo vroeg is iedereen op kantoor. Omdat iedereen heeft zin om daar te zijn. Ik hoop dat ze het gevoel hebben dat ze zijn voor het zelf aan het werken. Is dat dan ook een creatieve manier van managen? Want je bent een creatief persoon. Ik noem jou kunstenaar. Wie weet, ik heb dit nooit eerder gedaan. Is voor jou ook nieuw? Nee, het is allemaal nieuw. Ja.
Maar zoals om te zien, het werkt op een vrij soort of autodidact organische manier. En wat nou als jij op een of andere manier wegvalt? Kunnen die mensen dan hun werk blijven doen? Ik denk dat tot een tijd geleden misschien niet, omdat ik het nog kan creëren. Maar inmiddels heb ik zoveel gecreëerd. We hebben zo'n grote bestand, zo'n riant een archief. En ik denk onze verhaal is nu heel sterk. Zonder mij zal het gewoon door kunnen gaan. Ik schoot me ineens te binnen. Wat is dat eigenlijk? Oh, dit is nog leuk. Oké. Zo, je hebt de app, ja? Ja, hebben we net gezien. Elke foto in het boek komt tot leven met de film. Maar als dat te saai is, en we wonen in de moderne tijd, ja, iedereen wil iets wordt sneller. Wordt snel te saai. Nu heb je de mogelijkheid tot 360 beelden. Vandaar die camera waar jij het over had. De camera heeft met mij meegereisd met een bal, met GoPro's op een statief. En overal waar ik aan het werk was, ben ik gefilmd met 360 camera's. Dat is ook te zien met je smartphone. Als dat niet voldoende is, is de boek verkocht met een 360 bril. Verstop je smartphone in de bril. Ja. Dan zit je met mij in die omgeving. Af en toe praat ik met jou. Je zit tussen die stammen. Je zit tussen de stammen samen met mij op reis. Overal in de hele wereld. Kan wind, rain, sun or shine gaan of lachen, sta je naast mij. Maar we hebben wat heel bijzonder is, en je had het over kunst. Ik heb mijzelf nooit als kunstenaar gezien. Maar een paar weken geleden is iemand naar ons toegekomen en zei, Jimmy, ik denk dat jij kunst maakt. En ik zei, well, I don't think so. Maar dat wel, omdat kunst is, je legt een vraag neer. Ja. Dat is wat je aan het doen bent. Maar omdat je hebt een van de alleroudste, meest oer onderwerpen op aarde gepakt, maar met de meest moderne digitale technologie, komt bijna elk museum in de wereld nu naar ons toe. We willen een tentoonstelling van jouw werk. Of de werk van hun, door hoe je het gemaakt hebt. Met al die technologie. So we hebben foto's aan de muur. Je hebt schermen met films. En inmiddels creëren we een dome. Waar je binnenloopt met je gezin of met je vrienden. En je staat omringd door film van de omgeving waar al die mensen zijn. Alsof je er zelf bij bent. Ja. En met dit allergrootste boodschap. De wereld wordt homogenous door globalization. En het allerbelangrijkste is om niet bang van elkaar. En wij zijn één op dit aarde. En de enige manier dat we dat begrijpen is om elkaar beter te leren kennen. En niet bang van elkaar. Gewoon respect voor elkaar. En dat is wat je mensen wil laten zien. Dat is de kunst van het project. Maar het is niet mijn kunst, het is hun kunst als mensen. En wie is nou jouw doelgroep? Kun je dat zo zeggen? Ja, maar daar hebben we nooit over nagedacht. Ja. Iedereen. De hele wereld is de doelgroep. Oud, jong, zwart, wit, bruin, man, vrouw. Maakt niet uit. I don't care. En inmiddels wordt dit boek verkocht. We hebben de eerste druk een maand geleden van bijna 40.000. Het is al uitverkocht rond het hele wereld. Je hebt succes, ook je eerste boek hiervoor, 4 jaar geleden, zei je ook 260.000 verkocht. En inmiddels in een maand hebben we bijna 40.000 boeken verkocht online rond het hele wereld. En inmiddels kun je dat volgen. You can track where the orders come from. En in elke land, elke leeftijd, niet elke persoon, er zijn een paar meer om te verkopen, maar het is heel divers. Is dat belangrijk voor jou, dat je succes hebt? Het allerbelangrijkste voor mij is, er zijn drie dingen. Eén is om nog door te gaan reizen tot mijn eind. Omdat ik ben eindeloos nieuwsgierig. Ik kan niet wachten om weer te gaan kijken, te ruiken, te zien. Twee is dat die kleine bedrijf om me heen, we zijn nog met elkaar na 20 jaar aan het werk. En drie, dat ik dit boodschap deel met de hele wereld. En als dat allemaal lukt, dan is het een succes. Als ik een zakenauto naast me heb, I don't care anymore. Omdat ik heb inmiddels al een 16 jaar oud bakfiets voor de deur in Amsterdam. En ik hoef geen auto meer te hebben. Ja. Die reizen die jij maakt, die zijn wel kostbaar. Ook zeker met alle technologie eromheen. Nou is het zo vaak bij kunstenaars, bij muzici, dat die een investeerder hebben. En nou heb ik begrepen dat jij dat ook had. Ja, dat Marcel op het begin. Marcel Boekhorn was... Ja. Hoe is die relatie ontstaan? Hoe kom je bij zo iemand? Dat is interessant. Ik ga er niet zoveel over vertellen, maar Joop zei er helemaal op het begin. Zorg maar dat je hebt 100% eigendom van je creatie. En dat had ik niet op het begin. Na de succes van het eerste boek zijn we een beetje klem met elkaar gekomen. Maar dat is nu allemaal opgelost. Dat is opgelost. Nu hebben we 100% eigendom. Nu mogen we creëren en delen op het leukste en liefste manier dat er is. Jullie zitten niet meer aan elkaar Allang vast? Allang niet. Oh, nee. Dat is heel fijn. Dus dan kom jij misschien ook niet bij de HEMA te liggen ineens. Nee. Nee, maar dat was een hele grote les. En ik denk dat is alle bijzonder van, ik heb nul ervaring als ondernemer. Ja.
Maar om de zee om in te springen, als dat met krokodillen in Papua-Nieuw-Guinea is, of met het allergrootste rijkste zakenman van Amsterdam, beide is gevaarlijk, met allemaal respect en eer, maar tegelijkertijd, je moet eindeloze inspringen. Ja. En als het daar is of hier en daar, leer je van. En door dat heb ik zoveel geleerd. En door dat is dit zo groot en zo krachtig geworden. Dus ik had dat moeten meemaken. Ja. Toen ik word gehapt door de krokodil in Papua-Nieuw-Guinea of hier. Gehapt door boekhoorn? Was het pijnlijk. Maar door de hap heb ik een litteken dat ik elke dag naartoe kijk. Ja. En daar word ik zo krachtig van. Ja, en dat wil en je daar niet word je een ondernemer van. Zo, je moet het allemaal doen. Zo, het is geen enkele fout. Het heeft mij alleen maar rijker gemaakt van kennis. Ja. En ondernemingsmogelijkheden. Qua bankrekening, dat weet ik niet. Maar daar gaat het niet om. Omdat de rijkdom zit hier, ja, niet hier. Ja, rijkdom is voor jou niet financieel. Oh, nou, ik denk in alle eerlijkheid en keek om me heen. Ik wil niet opschetten. Ik voel me echt. Ik moet één van de allerrijkste mensen hier zijn. Maar ik heb bijna geen materialistisch bezit. Maar wat ik meemaak en wat ik voel. Ik ga bijna huilen als ik daarover nadenk. Daar gaat het om. En dat zei ik tegen die vrouw. Welke toestemming? Don't buy a fucking camera. Ontdek jezelf. En als je dat ontdekt, dan heb je het allergrootste lottery ticket ooit bereikt. Nou ja, en blijkbaar zijn mensen daar toch ook in geïnteresseerd en willen ze met jou mee, hè? Ik denk dat mensen zijn geïnteresseerd niet per se dat ze willen met me mee, maar in het gevoel. Ja, en wat maak ik mee? Wat bereik ik in mijn eigen ontdekking? En als dat fotografie is of naar stammen, daar gaat het niet om. Het is wie ben jij en wat. En we hadden het net over de eerste investeerder. Wat ik heb meegemaakt was het allergrootste, gevaarlijkste avontuur ooit. Ja. Maar ik ben daar van de andere kant uitgekomen. En zoveel sterker, zoveel wijzer. Voor nog een avontuur. En nog een beslissing. En wat is je volgende avontuur? De volgende avontuur is, als dit goed verkocht is, volgend jaar beginnen we met een derde boek over de Midden-Oosten. Omdat ik geloof heel erg dat de Midden-Oosten is een van de mooiste gedeelten van de wereld. Maar jaren hebben lang mensen zijn bang om daar niet alleen maar bang om daar naartoe te gaan. Ze begrijpen niet hoe mooi de land en cultuur zijn achter al de nare verhalen dat wij hier horen. Dat kunnen we straks bekijken. Dankzij jou. Inshallah. Dan sluiten we mee af. Jimmy, dankjewel voor je komst. En u thuis, bedankt voor het kijken. We zijn er straks weer. Hè. Volgens mij 7:45 uit mijn hoofd. Oh, eerst 6:15, dan spreek ik met bol.com. Guido van der Ven, die weet alles van innoveren en hoe bol.com de grote concurrenten zoals Amazon en Alibaba voorblijft. Tot straks.